Regelmatig worden we als dokterassistenten gebeld door patiënten die het idee hebben dat er iets in hun oor zit. Dat hun oor verstopt is of dat ze minder goed horen. Ze kunnen dan een afspraak maken op het spreekuur om hun oren te laten schoonspuiten. Wat de assistente doet, is dat ze dan met een oorspuit, laat hem even zien, die vult ze met warm water. De patiënt gaat zitten in een stoel, houdt een bakje vast onder zijn oor. De dokterassistente die houdt het oor vast van de patiënt en ze probeert dan inderdaad de plop weg te spuiten. Ze kijkt dan ook eventjes met een otoscoop, zoals dat heet, of een oorspiegel, regelmatig even in het oor om te kijken of het schoon is. Hoe vaak mag ze dat doen? 2 keer, misschien hooguit 3 keer, in overleg met de patiënt. Het moet geen pijn doen, dat is wel belangrijk. Het is een raar gevoel, het is een beetje een bruisend gevoel, maar het doet absoluut geen pijn. Als dat gebeurd is, nou, dan is de patiënt blij, de prop is weg en dan kan de patiënt gewoon rustig naar huis en kan verder alles doen wat hij wil. Even wat achtergrondinformatie. Hoe komt het nou dat je zo'n prop krijgt? Nou, dat kan iedereen gebeuren. Het is alleen maar zo dat sommige mensen hebben er gewoon wat meer last van. En dat kan bijvoorbeeld als je voor je werk bijvoorbeeld gehoorbeschermers draagt. En dan heb je wat meer kans dat je dus inderdaad ook een oorprop ontwikkelt. Oorsmeer zit in ieders oor en dat gaat er vanzelf eruit. Maar door het dragen van bijvoorbeeld gehoorbeschermers of ook van die in-ears, dan kan het dus extra gestimuleerd worden en dan kan je wat meer oorsmeer produceren, wat zich als een prop kan ophopen. En ook tegen je trommelvlies aan gaat zitten, zodat je wat minder goed gaat horen. Maar over het algemeen is het een totaal pijnloze en voor de patiënt zelfs nog wel prettige handeling, maar die gelijk van zijn klachten